Ik ben op dit moment maar 30 XP verwijderd van het volgende level in Clash of Clans. Maar het is niet zomaar een level. In deze video ga ik samen met jullie gewoon level 250 worden. Laat ook meteen even in de reacties achter welk level jullie zijn in Clash of Clans. Ik ben heel erg benieuwd, want ik ben zeker dat er een paar van jullie een hoger level zijn dan mij. Maar laten we niet langer meer wachten en er gewoon aan beginnen. We zijn hier in Clash of Clans en zoals je dus in de linkerbovenhoek kunt zien dat ik dus heel erg bijna bij het volgende level zit. En zoals ik dus al zei, is het maar 30 XP dat we nodig hebben om naar het volgende level te gaan. Dus nu vraag je je misschien af hoe wij naar dat volgende level zullen gaan en die laatste 30 XP kunnen krijgen. Er zijn verschillende manieren en ik heb er lang over nagedacht. Bijvoorbeeld, je krijgt 16 XP door een stadshuis level 16 te vernietigen in online aanvallen. Dus dat is één manier, 2 stadshuis level 16 te vernietigen. Ik zat er ook aan te denken om het grappig te doen en dus een boom te verwijderen. En daarvan krijg je soms ook XP. Maar jammer genoeg heb ik dus geen beelden vrij op dit moment, dus dat is ook niet mogelijk. Maar dan dacht ik, we gaan het gewoon op de meest reliable XP farming manier doen. En dat is gewoon door middel van donaties. Want zoals jullie vast en zeker al weten, je krijgt dus gewoon redelijk wat XP door te doneren. En als we hier even naar de clan kijken, dan zie je dat ik op dit moment al 9900 troepen heb gedoneerd in dit seizoen tot nu toe. Maar als we gaan kijken naar het totaal, dan kun je hier in de achievements onder behoeftige vrienden zien hoeveel jij in totaal hebt gedoneerd. En bij mij is dat nu bijna 600.000. Ik zit aan 598.000 donaties in totaal, dus dat is echt gigantisch veel. Ik ben ook benieuwd hoeveel jullie in totaal hebben, dus laat het ook zeker even in de reacties achter wat jullie totaal daarvan is. Maar ik heb dus altijd al heel veel zitten doneren in Clash of Clans. Ik denk dat het meeste dat ik ooit had in één seizoen was rond de 40.000 tot 45.000. Dus dat is meteen een paar levels erbij. Maar goed, hoe hoger je level wordt, hoe meer XP je nodig hebt om door te gaan naar het volgende. Ik heb op dit moment dus 34.000 XP nodig om 1 level omhoog te gaan. Dus dat is misschien 1 level per seizoen als ik veel doneer en veel upgrade. Maar ik denk dat het tegenwoordig wel echt redelijk traag gaat. Dus we gaan niet al te lang meer wachten voordat we die level up gaan doen. We kunnen achteraf ook checken hoeveel XP we nodig hebben voor het volgende level. Maar ik heb hier naast mij een ander apparaat open met mijn tweede account. En daar ga ik zo meteen een request voor sturen voor troepen, zodat ik dan die donatie kan doen. En om het extra grappig te maken, we hebben dus 30 XP nodig. En er is natuurlijk geen betere manier om 30 XP te halen dan gewoon een Electro Dragon te doneren. Iedereen weet dat dat natuurlijk de beste troep is in Clash of Clans. Iedereen houdt van Electro Dragons. Dat is de beste manier om dat te doen, vind ik. We gaan gewoon een Electro Dragon requesten en hiermee level up geraken. Dus we gaan niet langer meer wachten. Ik ga hier mijn verzoek klaarzetten en dan ga ik gewoon die Electro Dragon doneren. En dan zijn we gewoon level 250. Achteraf is er ook sowieso nog genoeg tijd om even een aanval te doen. Dus dat komt ook nog. Maar we gaan nu even door naar de level up. Goed, ik heb mijn verzoek hier klaarstaan. Ik ga niet langer meer wachten. En ik ga hier de chat openen. En ik ga het verzoek dus versturen. En ik heb hier gelukkig de 1 gem donatie door de paas. Dus dat gaan we ook gewoon nu doen. We gaan hier op die draak drukken. En hoppakee. We zijn nu level 250. En wat ziet het er mooi uit op ons profiel. Het enige wat we nu nog missen is de clan die level 20 is, dan zou het helemaal perfect zijn. Maar voor die level 20 clan hebben we natuurlijk jullie hulp nodig, dus stel je zoekt nog een clan, check dan even nu Unity. Je bent altijd welkom om eens te kijken. En ja, we zijn nu level 250. Verder is er natuurlijk niet echt veel speciaals dat er met een nieuw level komt. Het is meer een gimmick van te laten zien hoe actief of hoe lang je eigenlijk al Clash of Clans speelt. Maar we kunnen nu eens kijken en we zien dat we dus 34.500 XP nodig hebben voor het volgende level. Dus daar is 500 XP bijgekomen en dat is meteen toch redelijk wat. Ik denk dat het nog even zal duren voordat ik de volgende video maak over XP level, want ik denk niet dat ik snel level 300 zal zijn. Misschien krijg je binnen een paar jaar een video van level 300 in je inbox op YouTube. Maar ik denk voorlopig is 250 een van de laatste die er zal zijn. Want tenzij dat er echt een manier komt om heel veel XP bij te krijgen, zal het zeker even duren. Maar goed, genoeg over het XP level. Wij gaan nu een aanval doen. Onze troepen staan klaar. Klein kasteel zit vol, dus helemaal prima. Wij gaan gewoon een aanval zoeken. En dan zie ik jullie zo meteen als we een base hebben gevonden. Goed, we hebben een mooie maar sterke base gevonden. Er is heel wat loot beschikbaar, dus dat willen we absoluut wel proberen. Ik kijk hier, ik zie de windmachines blazen allemaal naar beneden. Dus wij kunnen lekker van bovenaf aanvallen. Ik hoop alleen dat hier geen tornadoval staat. En dan kan ik mijn blimp hier droppen. En hopelijk het stadshuis en de monolith pakken. Maar we gaan zien hoe het gaat. En ik ga hier gewoon beginnen met mijn ballonnen, dan de blimp. En hier komen we nu aan met de warden die ik zo lang mogelijk mee wacht. En dan gaan we hier even nu die blimp droppen met de woede en de kloonspeuken en nog een invisibility speuk. En nu moeten we even timen, zodat onze archers zo lang mogelijk in leven blijven hier. Tot nu toe gaat het heel erg goed. De archers hebben het stadshuis al neergehaald. Nu probeer ik nog die monoliet neer te halen en dat lukt ook gewoon heel mooi. Gaat die adelaarsartillerie nog neer? Die gaat nog net neer, wat heel mooi is. Want dat zijn die drie grote defenses die dus weg zijn. En dat betekent dat wij hier de base nu kunnen proberen af te maken. Hier zie ik ook heel mooi een lijn voor mijn queen om hier die ability te doen. Die ability kon net iets beter eigenlijk wel. Maar nog niet al te slecht. We gaan onze king hier zetten. Jammer genoeg gaat die x-boog focussen op... hoe heet het? Die x-boog gaat focussen op de queen, wat wel een beetje jammer was. Ik had gehoopt dat het op de king ging zijn. Maar we gaan hier gewoon van deze kant aanvallen nu met onze draken. Die hopelijk echt die base wel kunnen clearen. Ik ga hier mijn ability gebruiken van mijn Royal Champion. Die hier dus ook aan de linkerkant al heel wat defenses heeft gecleared. Mijn Warden, of mijn King Ability ga ik hier gebruiken. En dan hebben we wel nog twee draken over die ik hier ga bijzetten om te helpen clearen van de base hier. Ik zet hier even een archer in. En dan is dit gewoon alweer een mooie 3-ster, dames en heren. We hebben heel wat loot kunnen krijgen van deze legend. En ook nog eens 32 trofeeën, wat ook heel netjes is. En kijk eens aan, er leven nog zoveel troepen. Al onze draken leven bijna nog. Ja, dit was echt een overkill. Het was echt een heel mooie base om te blimpen eigenlijk. Want je kon heel makkelijk het stadshuis neerhalen. Plus de monoliet en nog eens, de adelaarsartillerie. En ook denk ik dat 3 van de 4 luchtafveren neer waren na de blimp. Dus het was een heel goede blimp om eerlijk te zijn. En kijk eens, we hebben hier ongeveer 900.000 goud en elixir bij gekregen. Plus nog eens de divisiebonus die 120% is. Omdat er nu een reeks-event gaande is. Dus dat is heel netjes. Heel wat loot erbij. En dat gaat ons natuurlijk helpen met de upgrades die we aan het doen zijn in de base op dit moment. Maar goed, dat was het alweer voor deze video. Laat zeker even een like achter en abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Dat zou ik enorm waarderen en ik zie ook dat er heel wat van jullie nog niet geabonneerd zijn. Dus doe het zeker even. Voor de rest zie ik jullie gewoon weer terug bij de volgende video. Later mensen.